TikTok en op Instagram zelfs ook nog. Ik heb nog eens. Ik moet even iets vertellen. Ik heb een klein probleempje gehad. Dus ik weet niet of jullie het weten, maar ik heb vroeger dus nog. Goedemorgen, welkom iedereen bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loan. En ik moet even iets vertellen. Ik heb een klein probleempje gehad. Zoals jullie weten moet ik vandaag normaal naar school, want het is maandag. Maar ik zit nu niet op school. Ik heb een kleine inschattingsfout gemaakt. Ik heb mijn wekker gezet om 8 uur gisteren als ik ging slapen en ik word wakker en ik heb het gevoel, amai, ik heb lekker geslapen, ik heb uitgeslapen. En letterlijk 5 seconden daarna vlieg ik helemaal in paniek en ik ben gewoon, nee, ik krijg mijn wekker en het is plots 10:30. En ik dacht in mezelf, godverdomme, ik moest om 9:15 op school zijn. Dus ik dacht, ja, dat zal hem niet meer worden vandaag. Ik weet echt niet hoe dat kan. Ik heb gewoon legit mijn wekker gezet. Dus ja, Rune heeft dan gezegd wat we moesten doen vandaag. Dus ik ga even gaan eten en dan ga ik mijn oefeningen maken. Precies of ik op school, wat ik op school zou moeten doen. Dus ik ga mij daar even mee bezighouden dat die oefeningen ook gewoon gedaan zijn. Want dat moet ook gebeuren. En er zijn nog wel wat dingen voor school die moeten gebeuren. We hebben ook een verbetering gehad van een rapport, wat dat ook niet goed was. Dus ik ga dat ook even nakijken. En een gesprek dat we morgen weer hebben met de leerkracht weer voorbereiden. Nog wel wat te doen. En dan vanmiddag denk ik dat ik even moet fietsen. Ik ga even kijken. Ik denk dat ik op de rollen moet. En dan kan ik ondertussen mijn lessen ook kijken. Dus het zal een heel drukke dag zijn waarbij dat ik voor school moet werken. En ik moet ook nog de vlog editen die vandaag online komt. Misschien ook dat eerst, want dat zal het gemakkelijkste zijn. Ik ga dat eerst doen en dan alles voor school in orde brengen. Gewoon zo snel mogelijk. Kijk even zien. Vandaag. Ah nee, vandaag moet ik niet fietsen. Oké, dat is goed. Dan ga ik misschien wel gewoon een half uurtje gaan lopen of zo. Ah, kijk. Christian Runt staat erop. Ja, ik moet vandaag wel lopen. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik wil er naar uitkijken. Vergeet zeker niet even te liken. Vergeet niet te abonneren. We zitten bijna op die 470 subs. Dus we gaan dat proberen halen. En dan binnenkort de 500. Dus als het bedankt om te kijken, liken, subscriben. En tot zo. Ik ga even een paar koffies gaan maken. Ik heb net. De vlog geëdit, wat dat goed is. Ik heb de thumbnail gemaakt en nu is het 2 uur. Dus nu is het echt tijd voor schoolwerk. En dan na een uurtje of zo ga ik gaan lopen. Dan neem ik pauze, kan ik mij wassen en zo. En dan kan ik gaan verder met schoolwerk. Dus ik denk dat dat een goede planning is. Theorie lezen, gaan lopen, een beetje verwerken ondertussen tijdens dat ik ga lopen. En dan verder de oefeningen maken. Dus ik denk dat dat een goede planning is voor vandaag. Ik heb trouwens, ik weet niet of jullie het weten, maar ik heb vroeger dus nog gitaar gespeeld. En een vriend van mij, Lucas, heeft dus die gitaar. Ik heb dat ook in een vlog. Ik denk echt een van mijn eerste vlogs heb ik die gitaar naar Lucas gebracht. Maar dit is een andere gitaar die we hier hebben. En Lucas kwam onlangs naar hier voor een kapodaster te halen. Dus zo'n dingetje dat je hierop zet, zo aan de dingen hier, om je tonen hoger te laten klinken. Die kwam daar dus onlangs om en ik dacht, en hij begon dus terug te spelen en ik dacht, eigenlijk wil ik ook misschien wel terug wat gitaar spelen. Dus ik heb deze gitaar gepakt, die boven zat, en ik heb hem gestemd en ik ga misschien af en toe zo wel terug wat gitaar beginnen spelen, denk ik. Nolan vond het ook leuk dat ik gitaar speelde, dus ik zal even anders een stukje laten tonen als ik gitaar aan het spelen was. Misschien terug een beetje oppikken. Dus dat is wel nice als jullie daar naar uitkijken. Vergeet zeker niet te liken, vergeet niet te subben. Nee. Maar ik ga dus nu over school werken. Dus ik zie jullie zo. Oké, jongens, ik wil daar toch nog even iets over kwijt. De vlog is toch nog niet zo lang, dus ik dacht ik ga even gewoon vertellen. Zoals je kunt zien aan de thumbnail had Broek Monk gereageerd op mijn video. Ik had vroeger plaatste ik nogal wat TikToks. Ik zal ook even mijn TikTok in de beschrijving zetten. Ik wil mij daar ook even volgen als je wilt. Of als je van TikTok komt, vergeet dan ook niet even te abonneren. Dus wat ik wil zeggen is, dus ik was, ik maakte gewoon wat filmpjes op TikTok waar ik gitaar aan het spelen was, omdat ik dat leuk vond. Plots kreeg ik een melding van Broek Monk, natuurlijk al in 2019, toen als iets kleiner was. Maar volgens mij had ze toen ook al een miljoen volgers op TikTok. En plots reageerde die op mijn TikTok met wow, super goed gespeeld. This is really good of zoiets. Ik zal de comment alles in zijn beeld laten. En ik dacht, hoe komt hij nu plots op mijn video? En dan heeft hij mij gevolgd op TikTok. En op Instagram zelfs ook nog. Ik heb nog gesprekken met Broek. Denk niet op TikTok.
Maar alles is wel op Instagram. Ik zou ze kunnen tonen, maar als je dat wilt zien, laat me dat dan even weten. Het zijn geen rare gesprekken of zo. Gewoon een beetje met haar gepraat. Dat was zo raar. En nu, plots is die kei groot geworden op TikTok. Iedereen kent die wel, denk ik. Anders zou je ook waarschijnlijk niet op deze video hebben geklikt. En dat is wel grappig om soms deze te tonen aan vrienden. Want ik heb al gehad dat mensen aan mij zeiden, ja, vind je niet dat die er mooi uitziet of zo? En dan zeg je, ik heb daar nog mee gepraat, die heeft nog gereageerd op mijn video. En dan zeggen die, oh, dat is niet waar. En dan toon ik die DM's en dat is altijd... Allee, dat is altijd voor grappige situaties. Maar ja, dat wou ik er toch nog even tussen zwieren met dat ik die TikTok zag. Dat ik had gezien van dat ik gitaar aan het spelen was. En dat herinnerde mij aan die situatie. Dus Nolan, als je dit ziet, don't be jealous. Still love her so much. Ik hou superveel van mijn vriendin. Dat je niet denkt, waarom praat je nu over een andere meisje? Of gewoon, het is gewoon even een story dat ik wat vertellen ben. Dus ja, verder met de vlog. Hij is bijna klaar. Maar kijk nog even door. Lieve kijkertjes, na heel wat uren theorieles te kijken en de documentatie op te zoeken van alles wat ik moest doen, heb ik besloten om eindelijk te gaan lopen. Tegen dat ik ga lopen is 6 uur, dan kan ik eten, douchen. De dag is er doorgevlogen, maar als je veel voor school moet werken, is dat jammer genoeg de realiteit. Dan moet je soms daar heel veel tijd in steken. Jammer genoeg. Doe het wel graag, maar het duurt gewoon lang. Dus, maar ja, dat is altijd in het begin. Dat is gewoon wat uitvogelen en dan... Vanaf dat je daarmee weg bent, valt er wel mee, maar... Het is de eerste keer dat we zo veel leerstof en zo moeten... in onze richting moeten doen, zeg maar. En veel taken moeten maken, dus het is echt moeilijk om dingen in te plannen soms. En daarmee dat de vlogs ook de laatste tijd een beetje korter zijn. Ik probeer er wel altijd iets leuk van te maken door misschien iets anders te editen, om iets meer interactie te hebben. En ik merk dat ook aan de weergave duur, dat mensen gelijk langer aan de vlogs blijven kijken. Daardoor zijn ze iets minder lang, omdat ik gewoon, ik heb gewoon minder te doen. Het is niet interessant als ik mij bijvoorbeeld 3 uur lang achter die computer zit te filmen, hoe dat ik code aan het schrijven ben. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Maar alleszins in de paasvakantie heb ik een paar heel leuke ideeën die ik zou kunnen doen met vrienden van mij. Dus als jullie daar naar uitkijken, vergeet zeker niet aan te abonneren, te liken en belletje aan te doen. Zodat jullie op de hoogte blijven van de nieuwe video's die geüpload worden. Maar ik heb leuke ideeën die ik hopelijk met die mensen van mijn klas kan doen. Of met andere vrienden. Dus ik hoop dat jullie daar naar uitkijken. Dat worden ook sowieso leuke video's. En nu ga ik mij klaarmaken om te lopen. Zodat mijn workout erin zit, zodat ik zei. En dan dat ik dan kan eten en... mijn douchen en mijn taken zeg maar kan maken. Dus ik ga even jullie erbij pakken. Ik heb mij net in... Wacht, misschien moet ik even zorgen dat ik licht heb. Kunnen jullie me beter zien? Ja. Ik ben net gaan lopen. Ik heb 8,5 kilometer gelopen. 30 minuutjes op het gemakje en dan 10 minuten iets hoger tempo. Ik heb mij ondertussen ook ingeschreven voor de duathlon in Denderleeuw. Dus een wedstrijd die ik ga doen. Mijn eerste... multisport evenement, zeg maar. Ik ga 2 loopwedstrijden doen en dat wordt dan mijn eerste duathlon. Ik heb mij ingeschreven daarnet voor. En dat wordt mijn eerste wedstrijd op 7 mei. En dan een week erna doe ik de triathlon in Dendermonde. En daar ga ik mij nu ook voor inschrijven. Zodat dat ook in orde is. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik ben aan het twijfelen nog of dat ik een 1/8 ga doen of dat ik een 1/4 ga doen. Maar ik denk dat ik voor de 1/4 ga kiezen, want het is voor een 1/4 triathlon is maar 1 kilometer zwemmen nu bij in Dendermonde, dus dat valt op zich wel mee. En 45 fietsen en 10 lopen, dus ik kan daar wel redelijk wat mee goed maken. Gewoon omdat, ik ben nog totaal niet zeker van mijn vorm, maar het is nog 2 maanden trainen, dus op zich moet dat wel in orde komen. Maar ik ga me daar nu voor inschrijven, dus ik kijk er wel naar uit. Ik ga mij ook wassen, want ik ben een stinky. Oh, amai, dat ziet er raar uit. Dag mensen, ik heb mij net gewassen en ik ga nu even les kijken. En dan ga ik gaan slapen. Dus ik wil jullie bedanken om te kijken naar deze vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij om 6 uur. En dan ga ik naar school en gaan zwemmen met Rune. Like even. Subscribe even op mijn kanaal. En dan check ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik zoals altijd, ciao kus.